Max. Hey. Een week heeft hij zijn hond moeten missen, maar vandaag sloten ze elkaar weer in de armen. De eigenaar zag gisteren op AT5 dat zijn hond bij het dierenopvangcentrum Amsterdam was opgevangen. Schrok u eigenlijk gisteren van de berichtgeving op AT5? Ja. Het was gewoon teleurstellend. Dat je denkt van ik doe mijn best voor die hond. Ik heb ze met mijn handen groot gebracht. Ik heb ze meegenomen om ze bij het lijf te geven en dan... Ja, maar hoe hij eruit zag, zag hij er ook slecht uit. En op de film gisteravond zag hij er al een stuk beter uit. Maar dat ken ik ook niet in 2 dagen. Dat was gewoon dat hij rust heeft gekregen, die hond. De hond zag er verwaarloosd uit, maar dat is onzin volgens de eigenaar. Max is altijd al vrij mager geweest. Dat is die hond. Die hond is gewoon dun en mager. En je ziet het verschil met die andere. Ja, maar dit is de zusterhond. Tweelingzus. Dat is die type van dat hond is het ook. Het is een soort wilde hond is het eigenlijk geweest. Heb jij misschien nog advies voor deze meneer? Gewoon zeg maar regelmatig voeren. Dus gewoon meerdere keren op een dag, omdat hij misschien zo mager daardoor is. Of anders op een vleesdieet geven. Zij is veel drukker. Zij is veel actiever als deze hond. Deze hond houdt meer. Dat heeft er nog mee te maken. Hoe meer beweging, hoe, zeg maar, hoe sneller ze afslanken. Zijn kinderen lieten verleden week de 2 honden uit, maar Max wist te ontsnappen. Kinderen hebben de hele vakantie gestocht. Elke keer rondjes rijden, rondjes fietsen en kijken waar ze hem kwijtgeraakt zijn. En uiteindelijk hoor je van, dat hij bijna thuis gevonden is. Blij dat hij goed terecht is, geen ongeluk gehad heeft, dat hij goed terecht gekomen is.